Goedemorgen YouTubers, vandaag 28 oktober, 9:50 's morgens. We zijn bij... Oh, die staat nog wel erachter. Oh ja, ja. Het zijn gladde paden, gladde bruggen, mist, rond het vriespunt geweest. Dus we gaan even heel voorzichtig die paden over. Zeker met mijn camera in de hand kan ik geen reling vasthouden. Dat is wel weer een aparte ervaring met al die mist. Kijk, hier is de sensor. De spoorrails hier wat er onderdoor loopt. Kijk, er ligt iets aangevroren. Rijp of iets. Maar de bouwvakkers zijn niet aan het werk in ieder geval. Ik had verwacht dat ze vanmorgen aan het werk zouden gaan. Ja, dus, oh, ik zie dat, hier ligt ijs. Ja, oh, er zijn die druppels van die bomen die bevroren zijn. Dus het is inderdaad spekglad hier. De druppels die van de bomen afgevallen zijn, die zijn echt bevroren. Dus het zijn gevaarlijke ijsdruppels die over de brug liggen. Dus ik probeer zoveel mogelijk te filmen. En zoveel mogelijk mijn eigen vast te houden. Kijken hoe dat gaat. Kijk, het is gewoon nogal stijl naar beneden. Zie je dat? Ik heb die gewoon naar beneden schaatsen. Ik heb die gewoon naar beneden schaatsen, ja. Hey. Straks naar boven zal erger zijn, denk ik. Had misschien eerder over na moeten denken. Ja. Misschien is het allemaal ontdooid. Hoi, schaatsen. Nou, dit is echt. Dit is echt wel KL. Ik hoop dat die bruggen door beneden wel rechter lopen. Want dat was een hele steile trouwens. Deze trouwens ook. Kijk, daar zijn ze nieuwe paden aan het bouwen. En volgens mij gaat hij door recht het bos in. Dat ik me eigen herinner. Die loopbrug daar. Die is wel begaanbaar. Ik hoop dat we nog iets zien met die mist. Dus proberen we hier maar weer naar beneden te glibberen. De eerste etappe weer overwonnen. De Dodenvallei. By Halloween. Ik vind de naam ineens te jubelen. Mooi die zon daar door de mist. Ik weet niet of je dat goed kunt zien op de camera. Nou, dit bruggetje zal ook wel weer spekglad zijn. Een schaatsbewegingen schijnt het te gaan. Dus ik weet niet of we slim zijn om dit te doen. Waarschijnlijk niet. Want we moeten dit bruggetje ook nog omhoog. Maar daarentegen, bij jullie Fjellet was het ook glad. Daar is het ook gelukt. Daar aan de traan laten.
Kijk, aan deze kant. Dat is verbieden. Tiltraden verbieden. Ja, dat snap ik. Het is nog, ja. Flink in aanbouw. Dat gaat nog even duren. Dat gaat tot en met, hoe was het nou tot en met? Week 46. Ja. Dus dat was zoiets 15 november of zo. Is dit nog open. Dus we gaan weer een stukje verder. Nou, we hebben weer een etappe. We zien natuurlijk verrek weinig door de mist. We gaan nog een stukje lager proberen. We kunnen de trap af. Heel voorzichtig. Gevaarlijke bruggetjes nou. Kijk, want daar wordt het wel iets interessanter. En daar heb je maar één armsteun. Ik weet niet meer of dat deze nou die kant uit rondliep. Dan zien we het rek wel weer. We gaan even proberen of we dit trappetje af kunnen. Kijk, want we zijn nou toch hier, dus we willen zeker wel iets zien natuurlijk. Met gevaar voor eigen beenbrekers. Je moet iets over hebben, hè, voor de YouTubers. Ja, oeh, dit is heel glad hier. Het is maar goed dat die plankjes er zitten. Deze is heel schuin. Kijk, nou zijn we op de rots. Hier ben ik vorige keer ook niet geweest. Hier is dus die grote waterval erin gedenderd. Vroeger. Voordat het misging. Mooi, die mist zo boven die rotsen. Oh, dat bruggetje, dat kan goed aan die kant eindigen. Eén kant de reling, onder mijn voeten schuine planken die naar links schuin aflopen en het spek glad. Ik denk dat voor die bouwvakkers ook te gevaarlijk is nou om te werken. Dat er vandaar geen werkzaamheden zijn. Nou, een stukje zand. Dat zal wel te doen zijn, denk ik.
Hier gaan we die kant uit, ja. Daar zal het afgesloten zijn direct. Ik ga hem even besluiten. Oh kijk, daar staat een hek. Zie je daar in de verte? Er staat een hek. Ik zie dan een A4'tje. Kijk eens even. Ja, daar staat een hek. Daar kunnen we niet in. We gaan dat moeten ook niet doen. Want het is veel te glad. Ik zie dat mijn batterij leeg is. Dus ik ga even afsluiten. Dus, het paadje, houten bruggetje gaan we niet op, dat is afgesloten. Vervolgens gaan we hier verder, vind ik iets? Ik zei met alle manschappen, die afsluiting niet wettelijk, toch? Ja, nee. Even kijken of we hier terug kunnen naar de ingang. Of dat dit verder aan de andere kant het bos in loopt. Oh, hier gaat er weer een bruggetje. Nou, hier is ook weer geklimmen. Uitkijken willen. Nou, dat is direct redelijk nieuw, ja. Maar waar daar naartoe loopt, zonder die plankjes, net zo glad natuurlijk. Nou, het is hier wel spekglad, Harley. Een hele gladde brug. Hè? Je kan zoeken waar het pad is zitten. Ja, ik denk niet dat dit terug gaat naar de ingang. Terug naar de ingang te gaan, moet je de treinrails over. En ik denk niet dat dit de treinrails over. Oh nee. Nee, dus draaibedrak op een gegeven moment wel even om. En gaan we zo terug. Dezelfde weg terug. Maar dat maakt niet uit. Weer een mooie video gemaakt. Die kant is de Dura Fallet. Daar lijkt het ook wel heel diep te zijn nou. Kunnen we niet bijkomen. Helaas. Er staan wel gekleurde stippels op de boom. Oh. Dus ik denk dat er een halve wandelroute is. Vandaag probeer ik trouwens een afspraak te maken bij een makelaar om een huis te bezichtigen. Dan gaan we dan proberen of dat we dat na het weekend kunnen doen. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Even kijken, wat staat er op dat bord? Een vallend popje. Dan het Engels, Beware, for your own safety, do not leave the pathway or climb the fence. The terrain can be very steep and dangerous. Nou ja, met deze gladheid kies ik daar dus voor om daar niet te gaan. Dat kun je nagaan, want hiervoor hebben ze die warning niet gegeven. Nee, daar was het al glad inderdaad. Kijk, en dit is gewoon een wandelpad. Waarschijnlijk langs het ravijn af. Hier hebben we denk ik wel een mooi uitzicht. Even kijken of ik mijn camera uit kan schuiven. In ieder geval een selfie stick. Kan ik een stukje langer maken. Dan gaan we dan mooiere beelden krijgen. Ja, ik zie nou even niet wat ik film, want de pak is te lang. Wel hoog hier, hoog.
echt hoog. Dus ja, tot zover. En dan ga ik weer terug naar de uitgang klauteren. Dus tot zover deze vlog. Nu gaan we de bruggen weer terug op. En daar valt helemaal niet mee. Met dit ijs. Best wel steil die pad. Echt schuifelen. Dan schuif je gelijk naar af en toe achteruit. Hier. Zit is bijna niet te doen dit. We zijn er bijna. Tenminste deze helling zijn we bijna. Daar moeten we nog allemaal heen. Om met de uitgang te komen. Dan zit hier de hoogte van de brug of zo. Dat is erg half. Nou, de volgende etappe. Zo, YouTubers. Dit was de Dauphin, 28 oktober 2022. We zijn weer bijna bij de camper. Straks een afspraak proberen te regelen met de makelaar. Nog 6,5 uur rijden hier vandaan. Dus. Dat zal niet binnen de kortste keren kunnen gebeuren. Dus ik zou zeggen tot de volgende maar weer. Leven lief, het lag om.